trouwens vaak kritiek omdat hij te gewelddadig zou zijn. We gaan naar de 13-jarige Justin van Ter Gouw uit Utrecht. Hij is namelijk hard op weg om de top van de dartwereld te bestormen. Hij wordt zelfs al de nieuwe Raymond van Barneveld genoemd. Nou, wij zochten hem gisteren op in Driebergen, waar hij een belangrijk toernooi speelde. De Open Midden-Nederland. Mijn stijl is wel apart. Iedereen vraagt er elk toernooi. Er zijn nog twee mensen die aan me vragen, hoe hou jij je pijl vast? Ik ben... Laat eens zien dan, hoe doe je dat? Dat is wel vrij vreemd. Hij heeft op de Dutch Open op 10-jarige leeftijd al in de finales gestaan. Dat is het grootste toernooi ter wereld in de steeldarts wat wij spelen. En hij mag trainen met de grote jongens. Met Van Barneveld mag hij een keertje trainen. Michael van Gerwen heeft hij meestaan te trainen. Grote mensen die zijn best wel bang soms om tegen hem te gooien. Hoe is de darten begonnen? Nou, mijn vader is overleden. En hij is ook overleden tijdens de competitiewedstrijd. En daarna, toen hij was overleden, toen wou ik ook graag competitie gooien. Is dat dart ook een soort eerbetoon aan je vader? Ja, soms wel, ja. Soms als ik heb gewonnen, dan voel ik wel blij op vader en zo. Raymond van Barneveld twitterde laatst dat jij echt een talent bent. Wat vind je daarvan als hij dat zegt? Leuk. Ook wel mooi dat hij dat over mij zegt. Wil je ook net zo rijk worden als Raymond van Barneveld? Nee, dat maakt niet veel vooruit. Alleen wel op toernooien winnen die hij ook heeft gewonnen. Wat maakt hem zo bijzonder? Zijn drive. Als je wil voetballen, dan moet je 100% met het voetballen bezig zijn. Met een bal naar bed gaan. Hij gaat met zijn pijlen naar bed. Hoe belangrijk is darten in jouw leven? Belangrijk dat er is. Ja, Justin heeft gisteren uiteraard het toernooi in Driebergen gewonnen. Nou, en daarmee zijn we aan het eind gekomen van vandaag de dag van maandag 16 september. Mocht u te laat hebben ingeschakeld, morgen eerder doen dan. En u kunt ook onze uitzending terugkijken op onze website, vandaagdedag.nu. Morgen zijn we er weer, hier op Nederland 1 om 7 uur. Voor nu een hele mooie dag.